Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie de nieuwe najaarscollectie van Catrice laten zien die op dit moment in het vaste assortiment is gekomen. Deze producten liggen er al wel even. Ik ben iets later met de video. Maar goed, ik ga je laten zien wat je zoal nieuw in het schap van Catrice kunt vinden. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die er op dit moment in de schappen te vinden zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Catrice heeft twee keer per jaar een assortimentsupdate. De voorjaarsproducten liggen meestal rond februari al in de winkel en de najaarsproducten komen dan in augustus. Ik moet wel zeggen, ik had het idee dat het dit jaar ook iets later in de winkels lag dan normaal gesproken. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een hele mooie parel primer gezien, maar die was online ook steeds uitverkocht en ik kon hem ook al bijna niet vinden en de winkel had hem niet. Ik zal de prijzen van de producten in beeld neerzetten. Ik ga de producten alleen niet swatchen, want ik wil er nog wat mee doen voor op mijn blog. Dus dan is het niet mooi als ik er al in gezeten heb. Maar mocht je ergens nog een aparte video van willen zien, mag je dat altijd eventjes laten weten. Ik heb hier allereerst een product wat ik tegenkwam, maar ik weet niet precies of het nu nieuw in het assortiment is gekomen of dat hij er al even was. Dat zijn van die wasbare make-up remover pads. En deze zijn ook lekker groot en ik vind deze heel fijn. Je krijgt 3 van deze pads. En ze zijn dus groot. Ja, dat werkt gewoon met warm water, zeg maar. Maar die vond ik wel heel interessant en misschien ook wel leuk om te weten dat ze dus ook van Catrice nu te koop zijn. Dus dat is die. Dan heb ik hier een Magic Repair Berry nagelolie. Dit is gewoon zo'n nagelolie die je kunt aanbrengen op je nagels en die dan moisturized. Het is altijd wel heel fijn. Ik heb zelf heel erg last van droge nagels. Ik vind het altijd wel heel erg prettig. Het werkt gewoon met een pipetje. Hij ruikt ook heel erg lekker naar berry. Dus dat vind ik zelf altijd heel fijn. Ik heb al wel eens van die nagelolie geprobeerd. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Magic Repair, dat belooft heel veel als ik het zo mag geloven. Dan hebben ze de Soft Glam Filter Fluid. En deze heeft een glow booster. Dat is deze. Ik heb hem in de kleur 010 Fairlight. Je hebt hem in diverse kleuren. Het is een glow booster. Met een lichte dekking. Dus ja, ik denk niet dat het helemaal als een foundation werkt. Omdat hij dus een lichte dekking heeft. Maar misschien valt dat wel mee. Maar je gezicht krijgt er dus een mooie glow van. Even kijken hoe dit er dan uitziet. Oké, kijk, het is gewoon eigenlijk zo'n mega... applicator waarmee je normaal ook je concealer aanbrengt. En dan denk ik ook inderdaad dat het niet heel handig is als foundation, maar we gaan het wel zien. Ik was er heel erg benieuwd naar. Dan heb ik het Coral Light Blush en Highlighter palette en dat is deze met de naam 010 Soft Coral. Dit is een palette die heeft 6 draagbare en hooggepigmenteerde blush en highlighter kleuren. Je hebt 2 bright highlighters en 3 blushes met een silky soft textuur in mat en shimmer kleuren. Oké. Ziet er heel leuk uit. Dus. En dit is de binnenkant, spiegeltje erin. En dan zijn dit de producten die erin zitten. Er zijn inderdaad 2 highlighters en de rest zijn allemaal blushes. Dus dat ziet er wel heel erg leuk uit. Dus ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Ik vind dit soort palettes altijd wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ik ga wel eventjes een beetje graaien, jongens. Want er zitten heel veel nog in zakjes ook. Want ik had dus alles besteld. Dus dan wordt het allemaal een beetje zo aangeleverd. Dan hebben ze 2 nieuwe... Pure False Lash mascara's. En dit zijn de Beyond Black mascara. Deze is dus zwart. Maar ze hebben ook een bruine variant. En dat vond ik zelf ook wel heel erg leuk. Dit is de Magic Brown mascara. Deze heeft de naam Burgundy Brown. En er zit ricinusolie in. Hij is parfumvrij. En hij belooft dus eigenlijk volume. Dus dat is die. En de zwarte heeft dan de naam 010 Fiber Black. En hier zitten dan weer fibers in. Dus ik ben ook wel... En hier zit vegan collageen in. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dan de borsteltjes ook anders zullen zijn.
Deze heeft meer een, ja, een beetje een boogje erin zitten. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd of dat dan ook echt werkt. Dat er echt gewoon, dat je een soort van vals mascara effect krijgt. Vals wimper effect moet ik zeggen. Dat is natuurlijk altijd de vraag. En hoe is dit borsteltje dan? Ja, die is wat meer recht. Je ziet inderdaad wel verschil. En ik vind het ook wel een keer leuk, een bruine mascara. Dat zie je niet zo heel erg vaak. Dus ja, ik vond het wel leuk. En ik vond het wel leuk om dan allebei de kleuren te proberen. Dus dat zijn deze twee. Dan heb ik hier een pore stick. En dit is een instant matte stick. En het is ook een soort gezichtsserum. Het is deze. Matteert het gezicht eigenlijk. En ja, je kunt hem gewoon aanbrengen. Hij matteert dus het gezicht. En dan heb je gewoon eigenlijk... En hij werkt ook gelijk als een soort serum. Alles is nog heel netjes dichtgeplakt. Dus hij ruikt ook heel licht. Maar kan de geur niet helemaal thuis brengen. Maar zo ziet die stick er dan uit. Dus daar zou je dus een heel mat gezicht van kunnen krijgen. En dat is natuurlijk altijd wel fijn. Ook wel serums in stickvorm is ook wel eens een keertje lekker, weet je. Vaak ja, is dat toch een keer wat anders. En ik vond hem er wel heel interessant uitzien. Dan heb ik hier een Lip Loving Smooth Lip Scrub. Smoothing Lip Scrub. Ik ben dol op lip scrubs. Ik gebruik dat heel graag. Ja, het ziet er gewoon zo uit. Waarschijnlijk moet je even het bovenste laagje een beetje weghalen, zodat de scrub eruit komt. Ik heb zelf al meerdere lip scrubs en ik word er gewoon altijd heel erg blij van. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. Er zit apricotolie en chia butter in. Heeft wel een softe peeling. Dus het is niet hele grove stukjes zullen erin zitten. Maar dat is voor de lippen vaak wel fijn. Dus ik ben wel benieuwd naar deze ook. Dan heb ik twee nagellakjes. En ik heb hier allereerst de Dream in Soft Glaze nagellak. Dat is deze. Een leuk roze kleurtje. Dan ben ik heel benieuwd naar het dopje ook. Ja, die is gewoon wit. Ik zal van deze wel eventjes het kwastje laten zien. Kijk, ziet er heel basic uit. Dus vond ik wel, het effect leek me heel erg leuk. Dit is de kleur 020 Drunken Donut. Ja, ik ben dol op nagellak, dus ik vond deze er wel heel leuk uitzien. Ik denk niet dat hij een hele donkere dekking heeft. Ik denk gewoon een beetje licht transparant, maar het ziet er wel heel gezellig uit. En ook heb ik dan een Dream in Pure Glitter topcoat. En dat is de 050 Sparkle Darling. Dus dat is deze. Dus die vind ik ook wel heel erg leuk om te zien. Dus daar ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Want ik hou best wel van glitter nagellak. Alleen het eraf halen is vaak een dingetje. Dan heb ik twee tinted lipolies. En dat zijn deze. Ik ben dol op lipolie. Ook omdat het lekker voelt. En deze zijn dus getint. Even kijken, hoe heet deze? Dit is de kleur 010 Keep It Juicy. Dat is een roze kleur. Vond ik wel heel erg leuk. Maar ik heb dus ook een rode kleur. Dit is de 020 Drama Mama. Ik ga ervan uit dat dit gewoon een lipolie is die de lippen dus een kleurtje geeft. En ja, het is een color changing lipolie. Dat vind ik ook wel fijn. Soms vind je het gewoon lekker om eventjes ja, je lippen wat meer kleur te geven. Kijk, hij heeft best wel een grote applicator. Hij ruikt wel heel lekker. Dat zie je wel steeds vaker, die grote applicators. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Want ja, ik gebruik best wel vaak ook lipolie. Omdat ik best wel vaak last heb van droge lippen. Dus ja, leuk dat deze getint zijn. Dus je had meerdere kleuren. Ik heb voor twee kleurtjes gekozen. Ik ga eventjes wat dingetjes hier eruit halen. Want ja... Dan heb ik hier de Maxi Drop Lip Boosters Extreme. Deze heeft een glow booster. Het zijn glowy plumpers, dus deze zouden de lippen ook groter maken. Ik heb deze in de kleur 040 Glow On Me. Ik zal van deze eventjes ook het kwastje laten zien. Ruikt heel lekker. Ik ruik niet direct menthol, wat ik wel verwacht dat erin zit, want ja... Dat, omdat het een plumping effect geeft, zit het er meestal in. Maar hij ruikt echt super lekker. Dus hij ruikt echt heel erg aangenaam. Dat is een roze kleurtje. En dan heb ik ook de rode. Dit is een spicy chili extract. Dus die zal wel heel heet zijn. En dit is de 010 Spice Girl. Oh, dat vind ik een leuke naam.
Dus dat is die. Ook wel heel erg leuk. Ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ja, er zit hier nog veel in zakjes. Dus ik ga even wat spullen eruit halen. Dat krijg je als je bestelt, dan pakken ze alles heel goed in. En dat is alleen maar heel fijn. Dan heb ik nog een mascara. Dit is de Curl It Volume & Curl Mascara. En deze hebben we al wel vaker gehad, zo'n mascara. Alleen wat ik nu heel erg merk, deze verpakking is glad. En de andere verpakkingen die ik heb gehad, dat was een soort rubber. Vind ik het ook wel fijn. Hij belooft 24 uur een krul-effect. 010 Deep Black heeft hij als naam gekregen. Ik ben dan weer even benieuwd naar dat borsteltje natuurlijk. Ja, een beetje rond. Ook weer wel hele korte haartjes. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat hij doet. Ik ben over die andere varianten heel tevreden. Maar ik ben eigenlijk wel verrast dat deze huls dan anders is. Omdat hij wel een beetje uit diezelfde lijn komt. Dus dat is deze. Dan heb ik hier een soft glam filter. En dat is deze. Dit is gewoon eigenlijk een poeder die dus een soft filter geeft. Met de naam 010 Beautiful You. Ja, je zou een hele ja, zachte finish en een soft focus effect kunnen creëren met deze poeder. Dus ja, ik vond hem wel heel interessant. Ik vind hem er ook heel mooi uitzien door die verschillende kleurtjes. Kijk, het heeft een heel erg mooi effect. Dus dat vond ik heel leuk. Ik ben gewoon dol op de poeders van Catrice. Ik was wel echt benieuwd of ik verschil zou gaan zien met deze. Dus dat is deze. Echt een heel leuk product ook. Dan heb ik hier weer een primer. En dit is de Vitamin C Fresh Glow Primer. Hier zit 2% aan vitamine C in. Dit zijn van die primers die we ook al wel vaker hebben terugzien komen bij Catrice. Ja, hij hydrateert je ook je gezicht. En ja... En hij geeft dus een heel fris gevoel eigenlijk. Dat is eigenlijk... Ja, hydraterend en een fris gevoel op het gezicht. Dat je gewoon echt een heel fresh effect krijgt. We gaan even kijken. Ik denk dat hij... Ja, kijk, hij is nog afgesield. Dus dat is wel fijn. Dus ik kan nu even dat niet laten zien. Want ik laat hem even dicht zitten. Maar die vitamine 2C% die vind ik wel heel fijn. Hij is ook... Oh nee, hij is niet vrij van andere dingen. Hij is gewoon vegan, maar dat is alles van Catrice tegenwoordig. Dus dat is deze. Dan heb ik hier een Hydro Hyaluronic Face Mist. En deze belooft 12 uur te hydrateren. Er zit hyaluronic acid, pethanol en glycerine in. En dat is deze. Het is wel een heel klein flesje. Ik had hem iets groter verwacht, als ik heel eerlijk ben. Je moet hem 30 centimeter voor je gezicht houden en dan sprayen, maar dat is meestal. Ogen en mond gesloten houden en ja, hij belooft dus te hydrateren. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hydratatie heb ik altijd nodig, want ik ben ook vaak heel erg droog in mijn huid. Fijne versnevelaar als ik zo zie. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik hou wel heel erg van face mist. Dus, en het flesje is van een soort plastic gewoon. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga ervan uit dat het flesje blauw is en de spray gewoon transparant. Dus ziet er ook wel heel erg leuk uit. Dan heb ik een oogschaduw. En dit is het Cozy Earth Eyeshadow Palette. En dat is deze. Catrice heeft al veel vaker van dit soort palettes uitgebracht. En ik heb ze tot nu toe echt allemaal gekocht. En ik vind ze echt heel fijn. Omdat ze heel goed gepigmenteerd zijn. De naam is de Cozy Earth Eyeshadow Palette. Hadden we al een beetje kunnen weten. Er zit... acht ongelooflijk zachte, langdurige, mooi blijvende matte en metallic tinten in voor een intens resultaat. Ik probeer hem even open te maken. Kijk, en dan is dit hoe hij eruit ziet. Dus hij ziet er echt heel erg mooi uit. Ik vind de kleurtjes ook heel leuk. Ja, ik zeg er altijd heel eerlijk bij of het hele nieuwe kleurtjes zijn, weet ik niet. Maar omdat ik heel erg blij ben met deze paletten, vond ik hem er wel heel mooi uitzien. En je ziet heel goed metallic en matte tinten. Dus dat vind ik ook echt wel weer super leuk. Dan heb ik nog een mascara. En dit is de Go Big Go Bold Extreme False Lash Effect Mascara. Deze belooft 24 uur
te blijven zitten. En je zou XXL False Lash Effect krijgen. Hij ziet er zo uit. Ik ben wel heel erg benieuwd of dat hij het waar gaat maken. Het borsteltje is even heel belangrijk altijd. Ja, een borsteltje waar ik zelf heel blij van word. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Of dat hij echt doet wat hij belooft. Want de belofte is echt heel erg mooi. Maar of hij het gaat waarmaken is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Maar ja, ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar deze in ieder geval ook. Dan heb ik... ik moet even een beetje zoeken, jongens, waar alles is gebleven. Dan heb ik hier een Caring Lip Serum. Deze komt uit de Lip Loving Line. Dat is deze. Dit is dus gewoon zo'n serum die je kunt aanbrengen op je lippen, wat altijd heel fijn aanvoelt. De naam 010 Daily Darling heeft hij gekregen. Je lippen worden gevoed door middel van... verzorgende olie. Dit is wel een heel grappig kwastje, kijk. Dus ik vind het ook altijd heel fijn om aan te brengen in de nacht zo'n serum voor de lippen. Ik hou daar wel heel erg van. Ik vind het gewoon altijd hele fijne producten, omdat ik verzorging altijd wel belangrijk vind. Dan heb ik een Magic Shaper Contour Stick en dat is deze. Dit is dus zo'n stick die twee kanten heeft. Ik heb hem in de kleur 060 Deep Rich. En je hebt dus aan de ene kant, kijk, heb je een contourgedeelte. En ik heb een vrij donkere kleur, want ik vond dat zelf wat mooier. Dat kun je dan gewoon aanbrengen, deze stick, en dan kun je dan goed blenden. En aan de andere kant heb je dan een highlighter. Deze is ook wel vrij donker, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er op het gezicht uitziet. Maar ik was er wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik vind vaak die sticks wel heel erg fijn. Of het resultaat er heel mooi uitziet is altijd een tweede. Maar ja, Magic Shaper. Dus het belooft als je het zo ziet best wel veel. Dan heb ik ook nog een highlighter. En dit is het Glow Lights Highlighter in de kleur 010 Rosy Nude. Dat is deze. Die ziet er heel erg mooi uit. Het is gewoon een highlighter die dus, eigenlijk... Ik krijg die verpakking er bijna niet open, joh. Er zitten overal stickertjes op en dat is natuurlijk heel erg fijn en mooi, maar... Hebbes. Kijk, die ziet er dan zo uit. Een heel mooi patroon heeft hij ook. Dus ik ben er wel heel erg van onder de indruk. Het lijkt me een hele mooie highlighter. Over het algemeen vind ik de highlighters van Catrice ook echt wel heel erg goed. Dus daar was ik ook wel heel erg enthousiast over toen ik hem zag. Dan heb ik ook een 010 Oh My Glitter lippenbalsem. Dat is deze. En die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Het is dus een lippenbalsem met glitter. En ik ben dus heel erg benieuwd. Oeh, ja, je ziet hem echt. Ik hoop dat de glitters goed overkomen. Ziet er ook echt weer prachtig uit. Echt een hele mooie lippenbalsem. Ik hoop echt dat hij zo gaat glitteren. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus daar ben ik ook wel super nieuwsgierig naar natuurlijk. Ja, heel leuk hoe die eruit ziet in ieder geval. Dan heb ik hier nog een creamy bronzer en ik heb de vrij donkere kleur genomen. Dit is de 030 Pretty Tint. Ik hou zelf van de wat donkerdere kleuren omdat je dit vaak heel erg mooi kan blenden. Maar deze is dus echt creamy. Je kunt het ook heel goed zien dat hij zo'n creamy heeft. Dus deze kun je gewoon heel erg mooi uitblenden vaak. Ziet er ook heel erg mooi uit, deze bronzer. Het is ook een melted sun bronzer, dus ik heb het idee dat hij samen gaat smelten met de huid. Dan heb ik hier een Marbleicious Liquid Lip Balm. Dit is dus een lipbalm die zacht opdroogt met een marble effect. Ik heb hem in de kleur 010 Swirl It, Don't Shake It. De naam was een beetje moeilijk, maar we hebben hem gevonden. Hij ruikt heel lekker ook en heeft een heel mooi
gewoon applicatortje. Hij ziet er echt super leuk uit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar deze ook. Ziet er echt wel heel bijzonder uit. Ja, er zit wel kokosnootolie in. Dus dat is wel heel erg fijn. Dan heb ik nog twee Chic Affair blush en highlighter palettes. En dat zijn deze. Dit is de kleur, dat is deze allereerst. Dit is het 010 Love at First Swipe. En dit is dus gewoon een palette met een highlighter en een blushje erin. Dat is altijd wel heel erg mooi. Leuke patronen erin. Dit is dan een wat lichtere variant. Ik vind hem er zelf heel erg mooi uitzien, moet ik zeggen. Maar ik heb ook een donkere variant. En dat is deze. En dat is de 020 End of Friend Zone. En zoals ik al zei, die is dus iets donkerder. Die ziet er dan zo uit. Ook heel erg mooi weer met die patronen. Het komt heel mooi over en de kleuren zijn wel heel mooi op elkaar afgestemd, moet ik zeggen. Dus dat ziet er echt wel heel erg mooi uit. En ik heb dan nog twee oogschaduwpalettes. En dat zijn de Color Blast Eyeshadow Palettes. En hier zitten dus ook wateractiverende liners in. Ik heb allereerst deze. Dit is de 020 Blue Meets Lime. Het is dus eentje met hele blauwe kleuren. Ze beloven hoog gepigmenteerd te zijn. Er zitten dus 8 shimmer matte en matte oogschaduws in. Er zit dus ook een oogschaduwkwastje in. En als je die dus nat maakt, dan kun je dit met water doen. En nou moet ik wel zeggen dat het me niet helemaal duidelijk wordt wat dan die liners zijn. Maar zo ziet het eruit. Dit is het kwastje. Hier staat dan ook een leuke tekst in. Dus het zijn hele leuke kleuren. Omdat er dus niet heel erg duidelijk wordt aangegeven wat nou die liner is. Dat is een beetje jammer, maar daar kom ik wel uit. Dus ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Misschien kun je alle kleuren ook wel gebruiken als een soort liner. Dus dat is deze. Maar ik heb ook met deze kleur. En dat is de 010 Tangerine Meets Lilac. En dat is dus deze. En die heeft dus dit soort kleuren. Ook wel heel erg mooi. Zijn ook kleuren waar ik van hou. Dus ja, die vind ik ook echt wel prachtig om te zien. Dus ook echt twee hele mooie paletten vind ik. Dan waren dit een klein deeltje van de nieuwe producten die je momenteel in het assortiment van Catrice kunt vinden. Ik ben in ieder geval heel blij met de producten en ga ze met heel veel plezier proberen. Ik ben benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt gespot of dat je misschien nog wat ervan hebt gekocht. Of dat je naar aanleiding van deze video nieuwsgierig bent geworden naar wat producten. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Ik hoop in ieder geval ook dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!